Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look. Ja, Jamaro Dix, vandaag tegen Harkema's boys. Ja, een van de titelkandidaten vind ik toch wel. 2-3 verloren, was verdiend? Ja, over de hele wedstrijd gezien, we speelden ons een spel. Ik denk op het laatste stuk dat wij ook gewoon een punt hadden verdiend. Ze kwamen echt onder druk te staan. Wij creëerden keer op keer. Dus ja, verdiend. Ja, vind ik een groot woord. Ik vind eigenlijk voor beide partijen wel een punt. Dus. Ja, maar voetballend scoorde er best wel tegenaan, vond ik zelf. Alleen je geeft het doelpunt heel makkelijk weg. Ja, het is heel knullig. De eerste, ja, vanuit de tweede lijn. Ja, misschien had middenveld moeten stappen. Misschien had aanval terug moeten stappen. Ja, dat is een discussiepunt. De beelden die zeggen daar meer over. Ja, de tweede, die weten we gewoon dat zij willen uit onze rug lopen en dat gebeurt helaas. Ja, en dan hangt hij echt kort na rust al. En dat maakt het extra zuur. En dan de 3-0, ja, of de 3-1 is de corner. Ja, iedereen moet dan gewoon kort staan. Ja, dus, ja, dan wordt het toch nog spannend, 3-2. En wat denk je dan? Vol gas? Ja, dat denk ik wel. Ik denk sowieso dat we vandaag hebben gevochten als Leeuwen. Iedereen heeft voor elkaar gestreden. Ja, en voornamelijk de laatste kwartier, 10 minuten, dat zag je gewoon dat zij echt onder druk kwamen te staan. Ja, een paar, de wissels die er ook in kwamen, echt fantastisch gedaan, vond ik. Dat is mijn mening. Ja, dan zie je dat zij het moeilijk hebben en dan valt het net niet onze kant op en dat wij de punt mee kunnen houden hier. Dus, ja, daar moet je ook een beetje geluk mee hebben. En jij zou wel goed in de wedstrijd, of niet? Ja, ik voelde me vandaag wel lekker. Ja, helaas, ik had een beetje last van mijn enkel ook. Het blokkeerde namelijk, dus ja, daar kan ik doorgaan. Maar heeft het dan zin, omdat ik eigenlijk gewoon haast niet meer kon lopen. Ja, keuze voor gewisseld te worden. Maar voor mezelf ben ik best tevreden hoe ik vandaag heb gevoetbald. Ja, zet die lijn voor zou zetten. Ja, jullie hebben inderdaad gestreden als Leeuwen, helaas verloren. Maar het biedt wel perspectief. Ja, zeker. Ja, als je kijkt de afgelopen weken, steeds net niet. We spelen gewoon wel ons spel, die we willen hebben. Dus het gaat wel komen. Alleen misschien nog een tandje harder werken of een tandje beter. Ja, we zullen het zien. Tot volgende week. En moet even kijken hoe het verder gaat. En de punten komen vanzelf. Ja, daarom. Hard werken gewoon. Dus, Oké, dankjewel. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Shubi Reisen en Kapsalon De Look.